Ik heb me heel lang uitgeslapen vanochtend en middag. Maar ik ga nu even naar de kapper. Want ik moet even af van dat lange haar. Want ik word er zelf knettergek van. Dus het zou zo vanmiddag ook nog gaan regenen. Tegen een uur of vier ongeveer. Nou, dan ben ik daar al wel ergens, denk ik. Maar we zien wel of ik droog blijf, ja of nee. En of helemaal niet. Maar ik ga eerst even naar de bus. Anders kom ik helemaal nergens. En het waait ook verrekt hard, moet ik zeggen. Dat had ik niet verwacht. Echt niet. Maar ik ga even door naar de bus. Even kijken hoe laat het is. Mijn horloge wil er niet uit. Kleine 5 minuutjes komt hij. Nou, het is 2 minuutjes lopen ongeveer. Dus ik moet nog 3 minuutjes wachten. De zon schijnt. Het is heerlijk warm in de zon. De zon is zo weg, want de wolken komen eraan, zie ik. Zolang de zon schijnt, is het nog heerlijk lekker weer. Ik weet niet hoe warm het is als de zon weg is. Maar dat merk ik vanzelf wel. Ik ga even naar de bus, anders kom ik er nergens. De regen kwam precies op tijd. We zaten in de bus. En toen regende het. Nou, ik zat in de bus en toen regende het. Ik loop nou weer buiten. De zon schijnt. Half. En het is weer droog. Blauwe lucht. Kan niet beter, lijkt mij. Ik ben nu onderweg naar de kapper in ieder geval. Het is nog een kleine 10, 15 minuutjes lopen vanaf hier. Wat ik eigenlijk persoonlijk niet zo erg vind. Maar lijkt me dat sommigen dat geen zak aan vinden om zo'n stukje te lopen. Maar ik vind het helemaal niet zo erg. Dus ik loop even verder. En dan is het even kijken van hoe druk het is. Ik heb geen idee. We zullen vanzelf wel zien. En hopen dat het daarna ook weer droog is als ik naar huis ga. Want ik heb geen zin om door de regen heen te fietsen. Waarom zeg ik fietsen? Ik loop. Om door de regen heen te lopen. Dus ik hoop dat het zometeen gaat regenen als ik binnen ben. En dat als ik weer buiten ben, dat het weer heerlijk. De zon schijnt en het droog. Daar ga ik. En dan even. Het ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon echt helemaal niks. Ik heb altijd mijn pet op. Waarom? Ik heb geen zin om mijn haar altijd te doen. In andere woorden, gewoon niet. Dus dan doe ik gewoon lekker snel pet op. En ik heb sinds mijn baby af aan, heb ik altijd rond pet op. Dus ja, daarom heb ik een pet op. En weer lekker kort. Of nou, de zijkant kort, bovenop nogal weer wat langer, daar hou ik van. Dus, ja, voelt weer goed. Het begint nou net keihard te regenen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga heel snel op zoek naar een plek waar ik kan schuilen. Een beetje tegen de regen. Ik ga even wat harder lopen, anders ben ik straks doorweekt. Dat heeft nog geen nut. Stop auto's. Er rijden geen auto's om, maar ik zeg het gewoon even. Het begint nou wel heel hard te regenen. Als ik mijn mond open hou, dan heb ik geen drinken meer nodig. Ja. Niet zout kan het niet, want zout dat gaat niet mee omhoog met het water. Duh, lijkt me logisch. Even kijken, ik wou nog even langs. Als die open is, Happy Days. Een snackbar, waarom? Ik heb zin in een milkshake, chocolademilkshake. Dat heb ik al lange tijd niet meer gedaan. En zij maken lekkere milkshakes. Speaking, very good. I know. Die maken lekkere milkshakes, dus daar wil ik even langs. En dan kan ik daar ook even naar de wc. Dus win-win. Ik hoop dat ze open zijn. Maar we zullen zien. Ik loop even door. En anders word ik nat. Dat maakt niet uit. Dan word ik nou al. Dus het heeft geen enkel nut.
Oké, dat voelt altijd goed als je helemaal naar de wc moet en je bent naar de wc geweest. Heerlijk. Milkshake was trouwens ook lekker. Ik hou van chocolade milkshakes. Ik weet niet, ik vind ze gewoon hartstikke lekker. Ik moet ze vaker nemen, merk ik. Helemaal als je zoiets bij Happy Days hebt. Dat komt niet uit de machine, dat maken ze helemaal zelf. Dat is echt super lekker. Zo'n machine is ook wel lekker. Maar die zelfgemaakte, ja, die zijn toch meestal nog even een tikje lekkerder. Vind ik. Het is nou... Het is nu 5 uur. Ik ga door naar huis. Dus ik ga nu richting bus. Station. Treinstation. Richting station. En dan hopen dat de bus niet al te lang meer op zich laat wachten. En dan hopen dat hij niet net wegreden. En dan op naar huis. En dan thuis wat eten. En dan, ik heb geen idee wat dan nog meer. Dat zie ik dan wel. Hopen dat de bus er nog staat. Baby. Ik trek bijna allemaal haar uit mijn kop. Ik ga meteen nog even weer douchen trouwens. Oh, het pompje begon ook weer te piepen. Dus ik had meteen alle losse haar er ook uit was. En dat is behoorlijk wat, volgens mij. Man, ik ben kaal zo. Ik ben al bijna kaal. Moest kijken hoe ver mijn dat omhoog loopt. Normale aangrens lopen hier. Dus kijk, van mij, ik ben net een oude opa zo, man. Daarom heb ik haar lang op, omdat het bij mij... Ik weet niet waardoor dat komt, maar ik heb een hele hoge haar. Echt heel hoog. Ik word snel kaal, denk ik. Maar dan ben jij, ik heb altijd bed op. I don't give a shit. In ieder geval, mama is morgenmiddag vrij trouwens. Dus die is lekker vroeg thuis. Waarom ik dat zeg, geen idee. Dat zei ze ook vanmiddag zo tegen mij. Oké. Leuk, gezellig. Verder plannen voor morgen heb ik nog niet. Ik heb wel plannen voor zo meteen gaan slapen, sowieso. Eerst editen en dan renderen. Net de tijd dat hij rendert ga ik douchen, tanden poetsen en dan ga ik op bed. En dan zou die render ook wel zo'n beetje klaar zijn. Het Sony Vegas. De Vegas Pro 15, die rendert sneller ook nog weer dan Pro 14 of dan Pro 12. Dus ik zat al met deze nieuwe computer van 1,5 uur naar 2 uur. Na 3 kwartier, tussen 1 uur en 1/2 uur. En nou zit ik, als ik een vlog nou render van 10 minuten op Pro 15, zit ik op 20 minuten. Dan is hij gewoon klaar, 20 minuten. Dus dat is heel snel. Oeh, het gaat al sneller. Maar het mooiste is, als je bij Sony Vegas 12 wil 4K vlog of video, dan moet jij custom doen. Custom frame of custom pixels en custom frame rate. Bij deze zit dat de standaard ook in. Dus dan heb je 4K bij 3880, 3840 of 140 nog wat of 40 nog wat. Dus dat is echt letterlijk in de 4K. Dat is heel hoog. En als jij nog hoger wil, dan moet je dat custom doen en dan kan je doorgaan tot 6K volgens mij dat die kan. Pro 5, dat is wauw. Heel mooi. Niet dat ik tot zover kwam, maar het is wel mooi, vind ik. Eigenlijk zou ik gewoon voor de gein een keer een klein iets filmen van 4K en dan editen of renderen in 6K. En dan op YouTube gooien, kijken wat YouTube ermee doet. Of hem letterlijk in 6K weggooit. Of dat er gewoon op 4K blijft staan en hem post op 4K blijft. Voor 6K of 8K op YouTube moet je voor mij iets anders hebben. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Dat is heel anders dan 4K. Als je nou 4K vlog hebt of video, de grootte van 3800 pixels of 4000, dan pakt hij dat automatisch als 4K. En dan upload je dat ook als 4K. Dus dan krijg je onderaan de balk, kun je 4K kiezen. Maar ik weet niet of dat gaat als je hoger hebt richting de 5K, 6K of 8K. Ik weet niet of hij dat pakt. Maakt ook niet uit. Zover ga ik toch nog. Dan moet ik een red camera hebben. Geen 50.000 euro voor de camera geven. Echt no way. Zoals ik al zei. Gewoon een Panasonic GH5. 60 frames 4K. Mooi genoeg voor mij. En wat ook mooi genoeg is voor mij, is dat ik deze vlog nog verder moet editen. Dan kan ik op bed. Dus ik zeg dat ik stop. Dus ik zou zeggen, geniet van je middag, nacht, avond, ochtend, middag, wanneer je dan ook kijkt. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Jongens en meisjes, ik zeg tot morgen. Aloha.